Ja, een uur geleden sprak president Obama op Wall Street in New York. Een speech 1 jaar na de financiële crisis. Precies 1 jaar geleden namelijk viel de Lehman Bank. En dat was het begin van alle ellende. De speech is bekeken door historicus Maarten van Rossum. Net terug uit New York. Professor, vanochtend geland. Ja. Was u bij de festiviteiten? Nou, maar heel partieel eigenlijk. De aanleiding dat er was wel een beetje dat wij onszelf nu wijs hebben gemaakt dat eigenlijk de Verenigde Staten zonder ons niet zouden hebben bestaan. En ja. Dat die Indianen daar gewoon nog druk bezig zouden zijn met de Buffalo-dans, zal ik nou maar zeggen. Een beetje een raar idee, maar goed, dat vinden wij leuk om te horen. Er is ook een Nederlands dorpje gebouwd in Battery Park. En u trekt er een buitengewoon verdrietig gezicht bij. Ik begrijp dat nou weer niet. Oké, we doen er wat aan, maar er waren miljoenen voor uitgetrokken. Ja. Er staat een enorm ongelukkig elektrisch aangedreven windmolentje. He, je denkt dan meteen, wat is dat in godsnaam? En daarbij staat een soort, staan wat decorstukken. Je hebt het gevoel dat de directeur-generaal zelf met de figuurzaag aan het werk is geweest om er iets van te maken. En dan staan er 2 verwaaide tentjes met stroopwafels en bedorven haring. Het is, dat was het? Dat was het, ja. Wat deed u er eigenlijk? Nou, zo snel mogelijk doorlopen. Ik wou natuurlijk, nee, maar wat deed u in New York? Je wilt daar niet iets mee te maken hebben. Je hebt dat heel gauw natuurlijk als Nederlander in het buitenland. Dat je als je andere Nederlanders ziet laat staan, rare geveltjes of een elektrisch aangedreven windmolentje. Dat je er niets. Ik wou er niet bij betrokken zijn. Heeft u daar een lezing gehouden of iets? Ja, ik heb daar 2 lezingen gehouden. Voor het Koninklijk Huis ook? Nee, ik denk niet dat ik dat zou hebben gedaan. En het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat zij dat niet graag zouden hebben gehoord. Dat waarom had u dat niet willen doen? Maxima en Willem-Alexander waren daar, zijn ontvangen door de Obama's, notabene. Dat is toch wel hoffelijk, of niet? Dat leidt tot een totaal ander gesprek dan we van plan waren te gaan voeren. Nee, de laatste vraag is, waarom zou u geen lezing willen houden? Ik ben van mening dat het Koninklijk Huis morgenochtend om 9 uur moet worden opgedoekt. En rond het Koninklijk Huis, die mensen op zelf. Op Prinsjesdag. Nou, laten we het daar maar even over hebben. Het is ronduit totaal idioot dat de koningin in feite een beleidsstuk van het kabinet voorleest. Dat komt omdat zij grondwettelijk deel van de regering uitmaakt. Maar het zou anders zijn als we dat zouden opdoeken en dat Balkenende gewoon zelf dat krakkemikkige proza voorleest. Wat bij zulke gelegenheden nu eenmaal altijd gebruikt wordt. Met de vorm, zeg. Nou, dat kwam jullie stel. De hele dag heeft de zon geschenen. Ja, hebben we ons voorbereid op die Obama. En dan gaan we over het Koninklijk Huis zitten. Hoe was Obama? Obama is eigenlijk als speechmaker altijd geweldig goed. Ik vond de healthcare veel beter dan wat hij nu net deed in die Federal Hall. Maar daar is hij. Hij heeft allerlei verschillende toonsoorten. Mm-hmm. Hij is professorial en hij kan ook gedreven indruk maken. Hij kan een traan tevoorschijn halen. En als je denkt dat hij dat allemaal van autocue leest, lees maar een traan tevoorschijn halen terwijl je van autocue leest. Hij leest alles van autocue, toch? Ja. Het is alsof Sacha de Boer het journaal leest en dat je wanhopig snikkend achterblijft op de bank thuis. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een enorme kunst. Was hij en dat goed? Ligt aan de frasering, aan de pauzes die hij neemt. En zodat je soms denk je, wat een lange. Dat klopt. Maar tot zover de techniek. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gezegd? Een aantal. Nou ja, het wachten was al een hele tijd op van. Ja, ze hebben al die banken en zo, die hebben ze allemaal gered. Maar wat nu? Hoe gaan we vermijden dat het over 3 jaar weer precies exact even ver is? Want je begrijpt dat de financiële sector bestaat uit totaal onverantwoordelijke lui die er alleen maar op uit zijn om zo snel mogelijk rijk te worden. Dus je moet het aan hele strakke regelgeving binden. Hij heeft nu voorgesteld een Consumer Protection Agency. Dat wil zeggen de financiële consument moet effectief beschermd worden tegen rare contracten, die rare creditcardtoestanden die je in Nederland helemaal niet hebt. Ook al die rare producten van de bank? Ja, en daar moet ingrijpende regelgeving komen voor de financiële wereld. Dat wil zeggen, zowel voor de al bestaande, laat maar zo noemen, de bankaire wereld. Daar bestonden allerlei regels, maar die zijn helemaal niet nageleefd. Nee. Deels zijn de regels die in de jaren 30 zo voortreffelijk getroffen zijn in de jaren 90 gewoon opgedoekt. Kon nooit meer gebeuren. Kijk wat er gebeurd is. En er is ook in de jaren 80 en 90 een totaal nieuw financieel systeem ontstaan. Dat is al die derivatenverkoop die zich in feite buiten de bankaire sector voltrekt. En dat moet ook geregeld worden. Maar wat is de kern van de maatregelen die hij treffen wil? Bent u ervan onder de indruk? Denkt u nu inderdaad, nou, nu houdt het op. Ik heb Obama gehoord, ik ga rustig slapen. Nou, dat.
ik ga rustig slapen, maar dat heeft niks te maken met Obama verder. Even een klein stukje kijken. Gewoon omdat je hem op mijn leeftijd maak je je helemaal niet druk meer over die dingen waar je zelf geen enkele invloed op kunt uitoefenen. Maar je bent wel een beetje verliefd op Obama. Weet je wel. Ik zou dat woord in dit verband nooit gebruiken. Het is een idool, is het wel. Het is een zegen dat de Verenigde Staten, het belangrijkste land ter wereld, en dat zullen ze ook nog wel even blijven, geleid worden door iemand waarin ik mijzelf al kan herkennen. Namelijk iemand die wel eens een boek heeft gelezen en die in staat is om zelfstandig na te denken en tot een zekere samenhangende analyse van de problemen te komen. Laat de speech even lopen. Heeft u kennis genomen, want u was in Amerika tenslotte, dat Geert Wilders zich ook heeft... Gelijk. Meneer Van Rossum, heeft u kennis genomen van het feit dat Geert Wilders zich ook heeft uitgesproken over Obama? Ja, op typisch Wilderiaans. Hij wordt steeds gekker en gekker. Laten we even kijken wat hij zei. Ik was hij zit natuurlijk nog maar kort, dus ik moet niet te snel totaal oordelen. Maar hij heeft iets van Chamberlain in zich. Een beetje ook iemand die niet goed ziet wie toch de vijand is. En eerder daarmee zoete broodjes bakt dan dat hij zegt van ik sta voor mijn waarde. Het is een stevige vergelijking, maar het is een gevaarlijk beleid wat hij voert. Ja, hij vergelijkt hem met de Britse premier Chamberlain, vlak voor de oorlog. Vond hij een beetje een slappe man. En dat vindt hij Obama blijkbaar ook. Wat vindt u van deze vergelijking? Nou, dat vind ik een onzinnige vergelijking. Omdat natuurlijk de waarschuwing betreft in feite de agressieve buitenlandse politiek van Nazi-Duitsland. Wat je verder van het jihadisme mogen denken, het gaat er om een minuscule minderheid. En bovendien hebben die niet een grote en sterke staat achter zich. Nazi-Duitsland was de op één na sterkste staat ter wereld op het moment dat die zaken speelden in de late jaren 30. Maar daarvan is nu helemaal geen sprake. Ik zwijg nog even over het getalsmatige verhouding. Maar Obama, de laatste keer dat u hier aan tafel zat, toen zat Jan geloof ik ook bij. Toen hebben we de vlag helemaal in de top gehezen. Zeggen Obama was er eindelijk. Het piept en het kraakt rond die man op dit moment. Dat is niet te geloven. Ja. Maar dat is het gevolg van het feit dat hij serieus probeert om iets te veranderen. Mm-hmm. En dat is ook het gevolg van maar het feit... Maar valt hij u niet ook een beetje tegen? Heeft u al een scheurtje bij uzelf ontdekt in het schild wat Obama heeft? Volgens mij het scheurtje wat het ernstigste scheurtje is, daar hebben we het ook bij die gelegenheid al over gehad, als ik het me goed herinner, namelijk Afghanistan. Mm-hmm. Dat heb ik altijd belachelijk gevonden, dat vind ik belachelijk. Maar is die in die healthcare reform zo standvastig? Houdt die vol of gaat die... Hij is een beetje aan het bijdraaien, voel ik. Spelen toch een aantal ingewikkelde zaken. Hij heeft gedacht, ik doe het niet zoals de Clintons het hebben gedaan. Dat we zeggen, we maken een reusachtig plan, 1200 bladzijden, we hebben een kruiwagentje binnengereden. Nee, we laten het aan het congres over. Zodat het congres zelf al, als het ware, voorbereid is op de wetgeving die moet worden gemaakt. Feit is dat als gevolg daarvan deels de discussie over de hervorming van de gezondheidszorg uit zijn handen gevallen is. Absoluut. We hebben een idiote augustusmaand achter de rug, waarbij een grote reeks van complete halve garen hebben hem uitgescholden voor Mengele, voor Adolf Hitler. Het is wel leuk dat Wilders hem vergelijkt met Chamberlain en dat hij in Amerika van Adolf Hitler wordt versleten. Maar dan gaat het wel hard, hè? Half jaar geleden was hij inauguratie. Ja, maar zodra je gaat regeren, dat is op zichzelf een probleem wat eigenlijk ook gegeneraliseerd kan worden. In de grote democratieën is het nu zo dat als je in oppositie bent, dan ben je een held. Hè? Neem die maloot uit Venlo. En zodra je aan de regering komt, je kunt niets goed doen. Alles is verkeerd, iedereen weet het beter. Overal zitten tafels vol deskundigen en zeggen we even toch anders moeten aanpakken. Zei ik niet 3 weken geleden al dat die zaak even... Kortom, Van Rossum heeft zijn vertrouwen in Obama totaal niet verloren. Nou, ik heb ook toen volgens mij aangezet, laten we nou eens wachten na 8 jaar. En 8 jaar? Voor de tweede termijn. Dat begrijp ik. Nou, laten we eens kijken wat hij er na 8 jaar van terecht heeft gebracht. He, bij Bush wisten we eigenlijk na 1 week of 3 al dat het niks zou worden. Gaan we 8 jaar wachten, Jan? Gaan we 8 jaar wachten? Nou ja, 4 jaar lijkt me wel voldoende. Maar denk je dat hij niet de zware tegenstand krijgt? Hij krijgt, zij zal... Kijk, naarmate je meer... Wat we nu net gehoord hebben door hervorming van de financiële wereld... Komt dat door de Senaat? Dat is maar zeer, zeer de vraag. Mm-hmm. Ik bedoel, de grote belangengroepen, niet waar, die zeer effectief georganiseerd zijn... verzetten zich tegen alle beleid wat de bestaande status quo zal veranderen.
waar zij enorm veel profijt van hebben. Of dat nu de verzekeringsmaatschappijen zijn in de gezondheidssector, of dat nu de grote Wall Street bankiers zijn, die zullen zich daartegen verzetten. Maar er zit bijvoorbeeld al een heel interessant onderdeel in die financiële hervorming. Namelijk het idee dat dus die grote banken, die zogenaamd te groot waren om failliet te laten gaan, dat die dan onder overheidsleiding verantwoord failliet kunnen gaan. Zodat ze, en dat is een heel interessant punt. Ja. Kijk, je zou kunnen beargumenteren dat de enorme financiële interventies van het afgelopen jaar de bankiers nog onverantwoordelijker hebben gemaakt dan ze toch al waren. Mm-hmm. Want ze kunnen zeggen, we kunnen alle risico's nemen die we willen, want gaat de zaak fout, dan worden we door de belastingbetaler uit de brand geholpen. Ik moet u vragen. Dat is gebeurd. Dat kunt u als geen ander. Ik denk, laten wij 8 jaar wachten voordat we tot een definitief... Wij nodigen u uit 2017. Ja, ik weet niet of dit programma nog bestaat over 8 jaar. Dat weet ik ook niet. In televisieland gebeurt dat eigenlijk nooit. Ik geef jullie nog 1 jaar of 3, maar dat is wel een beetje de max. Ja. Zien we elkaar in een ander leven? Dat zou ook nog mogelijk zijn. Dank u wel. De Belgische